Ja, ja. Wanneer hoorde je de muziek van Talens voor het eerst? Voor het allereerst, ongetwijfeld bij mijn vriend J. Kessels op zijn zolderkamer in Tilburg. In eind jaren 70, denk ik, begin jaren 80. En vond je het meteen mooi? Nee, niet meteen heel mooi, omdat het meteen, in de eerste instantie vond ik het zo van die luisterliedjes die ik had zelf denk te veel hormonen in mijn lijf om de rust te hebben voor zijn muziek. Nee, dat heeft een paar jaar geduurd, ja, dat ik het echt mooi vond. En dat kwam echt door een plaat die heet Delta Mama Blues. En het begint met het nummer Brand New Companion. En dat is zo echt zo'n ruige blues. En daar is het bij mij mee begonnen. Wat vind je het mooiste nummer? Oh, ik kan het niet zeggen. Ik denk, nee, dat ik heb niet... tekst, een hele mooie tekst. Oh, kan ik ook niet zeggen. Nee, het is niet... Ja, nee, als ik één... Ja, Nothing, denk ik. Dat is, als ik één zou mogen uitkiezen, staat ook op die Delta Mama Blues. Hij is nu bekend geworden door Robert Plant en Alison Krauss, die hebben dat nummer opgenomen. Ja, dat vind ik wel heel depressief nummer, maar wel goed. Maar luister je naar de teksten of niet? Ja, ik luister zeker naar de teksten, ja. En vind je zijn muziek mooi door de tekst of door de sfeer of door de muziek of door het simpele? Je kunt niet loszien, vind ik. Je hebt muziek waar je nooit de tekst van hoort, hè, waar je alleen maar muziek hoort en nooit tot de tekst doordringt. Bij hem is dat natuurlijk onvermijdelijk, maar het is niet los te zien. Het hoort ook heel erg bij zijn stem en die gitaar en de eenzaamheid daarvan. Dus het is niet iets wat ik van elkaar zou scheiden. Nee. Zeg je? Het is heel moeilijk voor mij om je te verstaan. Ja. Het is nog steeds in volle gang. En heb je hem wel eens zien optreden? Ja, heel veel. Ik denk wel 5 of 6 keer, denk ik zo. In de jaren 80 over het algemeen. Begin jaren 90. En wat heb je daar voor herinneringen aan? Ja, hele intens. Ja, ik denk, ja, daar. Ja, ik denk meer nog dan van thuis luisteren, was dat een hele bijna sacrale ervaring. Ook omdat toen hij in Nederland optrad, was hij natuurlijk bij niemand bekend. Dus de enigen die kwamen waren echt fans van hem en die heel goed naar hem luisterden ook. Dus er hing een gewijde stilte en die maakte dan toch ook wel indruk. En hij was een geweldige... Een live zanger, dat kun je ook wel op die live plaat van hem horen, live at the Old Quarter. Dat is net zo goed als studioopname. Maar was het een meerwaarde om hem daarbij te zien? Ja, dat is geloof ik wel bijna altijd zo, maar bij hem zeker, omdat hij wel iemand is die enorm iets van uitging. Het was iemand die er wel was, zo een hele dunne... reizige man met een beetje Indiaans uiterlijk, een beetje van die spleetoog en sluik haar en ja, met een soort ondergrondelijk sarcasme wat hij dan binnensmonds hield. Ja, heel erg op zichzelf, heel erg sterk vond ik. Ja. Wat vind je het mooiste